Grote schoonmaakactie in en om het Apeldoorns Dierens Kanaal. GroenLinks voerde actie tegen de plastic soep in de oceaan. Damesvolleybalteam van Alterno zijn landskampioen geworden. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. De jeugdafdeling van de Hengelsportvereniging Tot Ons Genoegen waren zaterdag al vroeg in de weer. Rond 8:30 begonnen zij met hulp van een aantal ouders met het schoonmaken van de oever en het kanaal tussen de Vreulen en de Deventerstraatbrug. Wat doen jullie hier precies? Wij doen altijd aan het begin van ons activiteitenseizoen gaan we een grote schoonmaak houden in het Apeldoorns Kanaal. Maken jullie het hele kanaal schoon? Nee, we pakken ieder jaar een gedeelte van het kanaal. Dit jaar zitten we tussen de Molenstraat en de Oosterlaan. En andere jaren zitten we aan de andere kant van het kanaal. Dus ieder jaar pakken we een ander stuk. Waarom doen jullie dit? Omdat wij onze jeugd willen leren dat rommel niet in de natuur thuis hoort. En wij dreggen in het water om de rommel die in het water zit eruit te halen. Anders komen die kinderen met onze wedstrijden. En kinderen die normaal vissen aan het kanaal komen vast te zitten in de rommel. Dus oude fietsen en pallets. Nu zie ik behalve jongeren ook vaders staan. Die helpen ook mee of zijn die zuiver voor support hier? Nee, die helpen allemaal mee. Dus we zijn nu vandaag met een man of ruim 50 man. En dus de ouders die begeleiden ook de jongere jeugd. Want we willen niet hebben dat de jongere jeugd alleen naar het water gaat met dreggen. Wat vinden jullie zoal als jullie zo'n ochtend gaan dreggen? Vanmorgen hebben we al gevonden, fietsen hebben we eruit gehaald. We hebben verkeersborden, plastic pijpen, houten palen. Een scooter hebben we eruit gehaald. En we hebben een kassa hebben we gevonden vanmorgen. Die is eruit gehaald. Dus. Lijkt me dat de politie dan ook aanwezig moet zijn, of niet? Nee, maar ze weten van onze dregactie. Dus als we werkelijk wat vinden, dan bellen we de politie en dan daar komen ze kijken. Met deze actie willen de jeugdleden ook laten zien dat het afval niet in het kanaal en daaromheen thuis hoort. Maak je dit ook bewust van het weggooien van afval, dat je dat zelf minder gaat doen? Ja, op zich gooi ik eigenlijk niet zo heel veel afval in het water, maar het is wel goed dat mensen ook zien wat er allemaal in het water ligt. Wat heb je allemaal al uit het water gehaald vanochtend? Ik heb al een heel groot doek eruit gehaald, wat ijzer, een glas. Is dat zwaar werk, dat dreggen? Best wel. Wat is het zwaarste wat je uit het water hebt gehaald? Betonblokken. Hele betonblokken? Ja, twee met ijzer eraan. Had jij last van de rommel in het kanaal als je ging vissen? Nou, je zit af en toe wel vast aan de fietsen voornamelijk. Hier vooral op de kade zit je te vissen. En dan denk je van, kort bij de kant, zie je weer vast. En je kunt niet zien waar je aan vast zit. Terwijl je hebt gepeld en dan zie je gewoon op de grond. Dus ja, dan zit je te vissen. Dat is gewoon vervelend. Rond 11:30 was het schoonmaken op dat deel van het Apeldoorns Dierenskanaal klaar. Op de zaterdagmarkt voerde GroenLinks een actie tegen het gebruik van plastic boodschappentassen. Volgens GroenLinks komt een groot deel van die tassen uiteindelijk in de oceaan terecht en vormt intussen een drijvende plastic soep. Bas, jullie voeren actie hier op het Marktplein. Wat voor actie voeren jullie? Ja, wij voeren actie tegen de plastic soep. En de plastic soep is een groot plastic eiland, drie keer zo groot als Nederland, wat in de grote en stille oceaan drijft en eigenlijk een grote bedreiging vormt voor de ecologie van de natuur. Wat houdt deze actie precies in? Nou, we willen mensen bewust maken dat wij heel veel consumeren. En zeker in Nederland gebruiken we heel veel plastic. En al het plastic dat waait gewoon de oceaan in. En eigenlijk verpesten wij de leefomgeving van heel veel dieren. Bijvoorbeeld zeevogels. Als je een zeevogel open zou maken, dan zou er meer plastic in zitten dan dat er vis in zit. Nou, dat is ook heel raar dat een dier vol met plastic zit dat wij hier consumeren met z'n allen. Nou, wil ik niet vervelend doen, maar wij zitten hier een behoorlijk eindje van de oceaan af. Dus de kans dat mijn plastic tas in de oceaan komt is toch wel heel klein, of niet? Nou, het is gerekend dat gemiddeld 200 plastic tassen per jaar per Nederlander in de oceaan belandt. En als het hard waait, dan waait het tasje wel richting de oceaan. Want het zand uit de Sahara kan ook overheen waaien. En een plastic tasje kan met de wind ook wel aardig ver komen. Bezoekers van de markt konden hun plastic tassen inruilen voor een gratis herbruikbare boodschappentas. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Voor niks. En als u die nou iedere zaterdag meeneemt naar de markt, ja.
Ja, ik heb plastic tas een grotere rieten tas, maar die is dan weer net iets te groot. Ja, maar deze is mooi handzaam formaat. Ja. Vindt u het leuk? Ja? Ja, prima. Nou, veel plezier dan. Ja hoor, dank u. Had u er niet aan gedacht om een boodschappentas mee te nemen? Nee, dat had ik niet, nee. En wat had u anders met die plastic tas gedaan die u nu hebt ingeleverd? Nou, waarschijnlijk thuis in de vuilnisbak gegooid. Voeren jullie alleen in Apeldoorn actie of houdt GroenLinks landelijk deze actie? Nee, het is een landelijke actie en het is eigenlijk in het kader van de Europese verkiezingen. En onze lijsttrekker Bas Eickhout is ook nu in Nederland ook een aantal steden aan het helpen met deze actie. Nou, alsjeblieft, veel plezier ervan. Dank je wel. Ja, en bedankt. Dank je wel. In een bomvolle Alternohal werd zaterdagavond de volleybalwedstrijd om het landskampioenschap gespeeld tussen de damesteams van Alterno en Sliedrecht Sport. Alterno had de eerste twee wedstrijden om het landskampioenschap al gewonnen met 3-2 en 0-3. Er waren 4 sets voor nodig om Alterno naar de zegen te helpen. Met de eindstand van 3-1 werden de dames van Alterno terecht landskampioen. Zij kregen de beker uit handen van voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond, Hans Nieuwkerken. Een mooie sfeer hier in de hal. Ja, zeker. Mooier kan niet volgens mij. Het is helemaal een gek huis. En een geweldige pot. Geweldige pot. Ik vond dat we over geheel genomen de bovenliggende partij waren. Zeker met onze service pass. In de derde set namen we de service pass ietsjes terug, waardoor zij hun kans stroken. En namen de initiatief en ging over ons heen. En gelukkig hadden we het halverwege vierde set weer goed op orde. Konden we een gat in slaan, ook mede door goede service serie. Maar ook daarop, daarop volgende onze blokkering was goed, beter verzorgd. Kwamen goed in de rally, de meeste rallies wonnen we. En als je zeker lange rallies wint, dan krijg je ploeg zoveel energie en zoveel boost dat je haast niet meer kan verliezen. Het leek erop toen Sliedrecht die set pakte, dat ze even van de kaart waren. Ons bedoel je? Ja. Ja, nou, dat gebeurt altijd. Dat is een beruchte derde set. Dat is een soort volleybalterm. Als je 2-0 voor staat, dat is meestal de derde set heel gevaarlijk. En ik vond dat ze gewoon hun speelniveau hebben verbeterd. En wij gingen steeds maar voorzichtiger volleyballen. Ja. En als je voorzichtig gaat volleyballen tegen zo'n team en je geeft de initiatief uit de hand, dan krijg je de rekening gepresenteerd. En dat gebeurt ook. Morgenavond zendt Sport Kort TV op deze zender de samenvatting van de landskampioenschapwedstrijd uit. De uitzending begint om 6 uur en wordt daarna elk half uur herhaald.